Onze verslaggever zweet peentjes, maar ga het toch proberen. Met de nodige moeite haalt hij de overkant. Nog een klein stukje binnendoor en daar is de school. Aan het einde van de dag fietst hij gewoon dezelfde gevaarlijke weg weer naar huis. Maar deze gammele brug is nog niets vergeleken met de Killer Road in Kenia. Het is de